naam is Bas Derks, ik ben van Kerk in Nederland en we hebben zojuist een Parkas-installatie geleverd. Proces. Hier wordt de actieve kool, die wordt aangevoerd met de vrachtwagen, opgeslagen in deze horizontale silo. De actieve kool wordt binnen, wordt hier gewogen, gedoseerd en met ons systeem opgelost in water. Het water is aan de andere kant en aan de andere kant in dit geval het water. Dat zijn zelf de gebruikers van geen zuiverwater. Uiteraard is deze installatie aan de hoogste richtlijnen en is het volledig explosief. Wilt u meer weten? Neem contact op het geluid.